Maaklab is een organisatie opgezet door de bibliotheken van Nederland, met name Oost-Nederland in dit geval. Tetum is de organisatie die ons helpt met de apparatuur die wij hier hebben. En het wordt in grote delen wordt dat gesubsidieerd vanuit de overheid en de gemeente. En de doelstelling is om mensen toch in contact te brengen met hedendaagse digitale technieken, computertechnieken, etc. Gewoon om mensen op peil te brengen met wat er in de wereld op het ogenblik allemaal gebeurt. Je hebt ook die 3D-bril opgehad. Wat zag je toen? Dus daar moet je je handen bij elkaar doen en dan ga je zo andere avatar doen. En dan kan je in de spiegel kijken. En ja, dat is wel heel leuk. Oliver en Floris, jullie zijn een robotje aan het besturen of wat zijn jullie aan het doen? Weet ik niet. Ja, we proberen een robotje te besturen met commando's op het schermpje. Ik help hier de kinderen mee met alle mogelijke taken en mogelijkheden die wij bieden om met behulp van digitale technieken voorwerpen te maken, al dan niet voor t-shirts of nou ja, in dit geval met de 3D-printer. Ik hou heel veel van technische dingetjes en van dingen maken. En ook van de computer? Ja, daar hou ik ook van.